Harry Bannink werkte graag samen met het Schrijverscollectief. Een vast groepje tekstschrijvers. Daar zat bijvoorbeeld Willem Wilmink bij, Karel Eijkman, maar ook Hans Dorrestein. Hans, welkom. Hallo. Goedemorgen. Morgen. Zei je volmondig ja toen je gevraagd werd voor het concert in Tivoli-Vredenburg? Nee. Nee? Nee, om zelf te zingen? Ja. Nee, dat is heel moeilijk, want ik kan niet tellen. Oh. Dus, ik maak wel liedjes, maar ik zong met mijn pianopartij mee. Ja. Dus ook al smokkelde ik er 8 maten in of 7, dat maakt me niet uit, daar zong ik mee. Maar nu moet ik precies op het moment invallen, anders raken alle muzikanten in de war. Helemaal de kluts kwijt. Ja. Want je bent natuurlijk vooral tekstschrijver. Ja. Maar als je schreef, dan schreef je wel, schreef je achter de piano of schreef je gewoon puur... De teksten, die schreef ik gewoon aan de schrijfmachine, aan de tafel. En ik had wel een vage melodie in mijn hoofd, maar die was zo vaag dat per couplet een beetje verschilde. Ook een beetje een soort beweging had je, dat je wist een beetje wat het moest. Ja, ik wist de slag. Ja. Ja. En gaf je die dan ook bijvoorbeeld door aan Harry? Nee. Alleen de tekst geven? Ik gaf hem. Ik meestal stuur. Je kreeg de opdracht om over iets, over de school, een lied te schrijven of wat dan ook. Waar ook over. En dat maakte hij. En dan stuurde hij op als het af was naar Harry. En die zette het muziek. Poep en Pies, hè? Dat is zo'n typisch Bannink Dorrestein liedje. Met een supergeestige tekst. En als je kijkt naar de liedjes van vroeger, maar ook de liedjes van nu, die zijn eigenlijk veel, veel braver. Of nou ja, kinderlijker qua tekst. Was dat iets wat jullie destijds bewust probeerden te doorbreken? Ik was me helemaal niet zo bewust. Ik had nog nooit kinderliedjes geschreven, dus ik deed maar wat. Ja. Begon je met kinderliedjes schrijven door Bannink? Ja, ik was eigenlijk gewoon voor grote mensen bezig. Waar haalde hij jou er voor het eerst bij? Dat deed de regisseur, Frans Boele. Mm-hmm. En dat was al voor de Stratenmaker op Zeeshow. Aha. Maar toen kreeg ik er schik in. Want op een gegeven moment kreeg ik wat meer techniek. Ja. En hij in één programma zaten dus soms 3 liedjes. Dus waar ik 1 ding moest doen, moest Harry er 3 doen. Ja. Ze vroegen wel eens, hoe lang doe je erover? Hij zei, zolang als de tekst leest. Ja, ja, ja. Dus dan had hij het al af. Hij was gewoon super snel. Ja, hij hoorde meteen hoe de muziek erbij. Ja. Dus hoeft het alleen maar te noteren. Waarom werkte de combinatie Dorrestein-Bannink zo goed? Nou, ten eerste hield ik vreselijk veel van hem. Oh. En hij van mij. Dat was ik heel. Ik weet nog wel dat ik in het begin razend jaloers was op Willem Wilmink. Want dan zaten we in die vergadering en dan bleek plotseling dat hij bij Harry Bannink op bezoek kwam. Dat hij daar. Ze kwam ook uit hetzelfde. Die kende elkaar eigenlijk al. En ik hoopte maar dat hij dat ook. Op een dag kwam hij inderdaad na de vergadering bij me toe of ik eens langs wilde komen. Ah. Nou, dat heb ik echt gewoon genoten. Ja? Want het was voor mij ook een heerlijk huis, een mooie bungalow. Ja. En daar zat hij achter de vleugel. En dan realiseerde ik me dat ik achter de vleugel zat. En dan zat ik bijvoorbeeld rechts van hem op de plek waar anders Annie M. G. Schmid zat. Dus waar ik wel geweldig trots op word. Ja, dat kan ik me voorstellen. En werkte het goed tussen jullie? Heb jij, als je een nummer afleverde, als je het terughoorde, snapte je dan altijd wat hij had gedaan? Of dacht je ook wel eens van... Dat is echt geen valse mededeling. Ik heb nog nooit spijt gehad dat hij de muziek... Het was altijd mooier dan je dacht. Ja? Klopte het altijd? En het klopte. Ja, hij moet ook verschrikkelijk goed hebben kunnen lezen. Ja. Want als er iets schrijnde in de tekst, dan wist hij er wel ergens een dissonant in te vertalen zetten. Naar muziek. Oh, ja. Ja. Of naar iets scherps. Ja, want ging het altijd zo... jij kreeg een liedje, jij kreeg een opdracht, schreef dan het liedje en ging het dan pas naar Harry? Of kregen jullie samen de opdracht en gingen jullie een beetje samen daaraan zitten werken? Hoe ging dat? Ik heb het altijd opgestuurd als het af was. Ja. En we werkten pas... 1 keer hebben we samengewerkt met elkaar. Of liever, is het andersom geweest. Ja. Er was ook bij mijn 3e of 4e of 5e bezoek bij hem. Daar heeft hij er wel een half uur over gedaan. Want hij zei, Hans, ik zit met een probleem. Toen had hij muziek gemaakt voor de
voor de intro van een tv-serie, Oorlogswinter, van Jan Terlouw. Ja. En toen zei Hans, het lijkt me zo geschikt voor de, voor, om te gezongen te worden. Want hij had dat liedje al. Hij had de muziek. Hij had de muziek al voor, ja. En hij was... Maar er zat geen tekst bij. Nee, er zat geen tekst bij. En dat wilde hij niet. Ja. Hij zei, ik ben liedjeschrijver. Ja. Dus hij vond dat wel mooi dat dat goed gelukt was. Maar het was voor hem pas echt als het gezongen werd. En toen zei hij, Hans, zou jij daar... Heel moeizaam kwam hij ermee, alsof het een belediging was. Of ik daar een tekst op wilde maken op die prachtige muziek. Omdat het al bestond. Ja, en dan had hij tenminste, was het tenminste echt iets geworden. Dan werd het een lied. Ja. En zo heb ik... En hoe vond jij dat? Nou ja, ik vond het een geweldige eer. Maar ik was doodsbang dat ik er niet uit zou komen. Het is nogal wat. Ja. En het was ook echt moeilijk. Ik heb daar flink mee... Geworsteld. Ja, het gaat... Die oorlogswinter was. Ja. Dat gaat over een tocht die ik zelf gemaakt heb. Ja. In 1944. Kijk, ik wilde die tocht wel beschrijven. Maar als jij een lied begint met tante... Dan ben je meteen al verloren. Dat werkt niet. Tante is niet meteen dramatisch. En de vader is dramatisch. Dus, en ik wat vertel je me nu? En ja. Ik heb altijd gedacht dat dat liedje, gezongen door Joost Prins in 1977... dat helemaal jouw verhaal was. Ja, het is wel helemaal mijn verhaal. Maar daar moeten we tante in. Dat was een zuster van mijn vader. En die leefde nog en die heeft mij toen naar Friesland gebracht. Ja. Maar ik kon dat niet gebruiken. Heb me ook kapot over geschaamd. Als ik er wel eens zag, durfde ik er niet over beginnen. Want ik denk, ja, het is toch wat. Dan heeft iemand eigenlijk haar leven op spel gezet, want dat was het. Ja. En het was een paar jaar geleden, het was al heel, heel oud, heb ik het durven zeggen. En toen zei ze van Hans, dat wist ik, vind ik helemaal niet erg. Dus, en wist Harry het wel? Met Harry heb ik het er geloof ik nooit over. Het is wel een prachtig liedje. Oh ja. Ja, ik weet het niet. Ik vind een beetje. Ik vind dat ik al wel knap uitgekomen ben. Maar... Nee, het is prachtig. Verwerkte je vaker persoonlijke ervaringen in liedjes die je aan Banning gaf? Dus bijvoorbeeld ook voor Klokhuis? Of ja, je weet je, een ellende met mij is, ik kan niks verzinnen. Dus het meeste is gebaseerd op iets wat ik zelf in een of andere manier heb meegemaakt. Ja. Mooi. Dit keer zing je het zelf. Ja. In Tivoli-Vredenburg. Ja. Ik zal het meteen eerlijk bij vertellen. Dat kost mij grote moeite. Ja. En dus... Maar waarom? Om de tekst of om de inhoud? De tekst ook. Ik kan mijn eigen tekst heel moeilijk leren. Ik leer nog makkelijker een tekst van Willem Wilmink dan van mezelf. Echt? Waarom? Ik weet niet wat het is. Omdat ik altijd teksten verbeter van mezelf. Ah, die zijn niet af. Die zijn niet af. Ja. Goed. Maar... Ik zing dat dus, ja, met grote tegenzin, want ik ben doodsbang dat ik eruit vlieg. En Dick, die kent mij, die geeft me zijn kop elke keer aan wanneer ik moet invallen. En daar schaam ik me eigenlijk over. Ook voor, maar Gijs Groenteman zei al, Hans, het maakt er niet uit hoe het tot stand komt, klinkt prachtig. Ja. Ja, daarom doe ik het. Mis je hem wel eens? Hè? Harry? Heb je mijn boek gelezen, Rimpelperspectief? Rimpelperspectief, daar heb ik hem in beschreven. En ik mis hem heel vaak. Het is de liefste, leukste man die er bestaan heeft.